ben zeer regelmatig in China. Daar heb ik geen kaarten, gebruik ik geen kaarten, daar gebruik ik geen cash. Als het satéetje op de hoek van de straat is, dat 8 cent kost, betaal ik dat met mijn telefoon. Pasjes en geld is verleden tijd. De opvolger van mobiel betalen is eigenlijk betalen zonder mobiel. Dus zonder dat je het merkt, hetzij vingerafdruk, hetzij iris-scan, hetzij gezichtsherkenning. Eigenlijk alles waarin je niet je telefoon of een fysieke handeling hoeft te doen, maar je met je lichaam zelf betaalt. En eigenlijk het meest wat mij inspireerde was de laatste spreker, Richard van Hooijdonk. Want toen kwam ik toch wel eigenlijk achter van, oké, wat brengt de toekomst en waar moeten we naartoe? Je moet je voorstellen dat betalen, dat doen we nu nog zelf. Maar dat zou eigenlijk een onderdeel moeten zijn van ons leven. Terwijl we op Funda aan het browsen zijn, zien we meteen welke huizen we wel of niet kunnen kopen. Omdat Funda een koppeling heeft gemaakt met mijn financiële systemen. En dat credit ratings kunnen bepalen of ik kan betalen. En je ziet het al een beetje gebeuren binnen de supermarktwereld. Amazon Go ken je ongetwijfeld. En dan zie je dat ze daar, mensen lopen daar naar binnen. De telefoon checkt automatisch in. En vervolgens wordt er automatisch afgerekend nadat sensoren en camera's de spullen in jouw mandje hebben zien gaan. Dus je ziet eigenlijk dat het betalen gaan we eigenlijk verwijderen uit het standaardproces van winkelen. Ik denk dat Worldline echt een waanzinnig platform is om heel snel wat grote stappen in te kunnen maken. Maar ja, zij zijn dus wel degene die de ogen van alle anderen moeten openen. Ja, ze zijn altijd een goede partner voor ons geweest en zijn dat nog steeds eigenlijk. En komen altijd met innovatieve ideeën en helpen ons daar de klant nog beter te bedienen bij ons in de winkel. Dus prima. Ik ben heel blij dat ik van de reis van Den Haag naar Utrecht heb gemaakt. Omdat ik daar echt een hele leuke dag aan gehad en ook voldoende inspiratie heb op gedaan. De toekomst gaat snel. Be part of it. Onderneem actie en neem initiatief.